Hey, wat leuk dat je kijkt naar vlog 19, waarin ik met jou wil delen wat mijn belangrijkste lessen zijn van de eerste halve marathon van mijn leven en vooral wat ik daarmee gedaan heb. Het gaat over inhouden, het gaat over waarom ik blaren kreeg en het gaat over voeding. Maar voordat ik je ga laten zien wat ik heb gedaan om die drie lessen aan te pakken, wil ik eerst even met je delen hoe blij ik met jou ben. Met jou als kijker en de mensen die reageren, want dat was echt ongelooflijk hoeveel reacties ik heb gehad op mijn vlog 18 over mijn eerste halve marathon bij de City by City in Den Haag. Op YouTube, op Strava, op Facebook, WhatsAppjes. Geweldig en ik wil er een paar highlighten. Allereerst Jeroen W76 die reageerde op YouTube en hij herkent helemaal dat gevoel na een halve marathon dat je denkt, oh my god, moet ik er nu nog heen? Daarnaast heel veel mooie reacties op Facebook en je komt er eigenlijk achter dat die reis naar de marathon vol met lessen zit die te vangen zijn in one-liners. En de mooiste heb ik denk wel gekregen van Jacco Heijblok, want hij schreef, zo'n marathon is 30 kilometer inhouden. En dan nog 12 kilometer volhouden. En ik vind dat echt de grootste tegeltjeswijsheid. Met dat beeld reis ik en train ik nu naar Rotterdam toe. Dus Jacco, dankjewel. Andere leuke reacties van onder andere André van Dorp. En ook een nieuwe volgster, daar staat ze. Dian Asbeek-Brussen. Leuk dat je nu ook weer naar deze vlog zit te kijken, hoop ik. En veel succes met jullie trainingen voor Rotterdam. Ik kreeg complimenten van André Overgouw. En dit zijn allemaal mensen, deelnemers in de Facebookgroep Rotterdam Marathon Deelnemers. Kijk nog even, hier staat de link. Ik heb het al vaker in deze vlog gezegd. Superleuke groep. Heel leerzaam, allemaal mensen die op weg zijn naar hetzelfde doel. En een van de moderators van die groep, Marco Vink, je ziet hem hier, die zei ook, wat een leuk vlogje. En die schreef ook, zou het niet leuk zijn als we zo'n leuk filmpje hebben van binnenuit de Green Room bij de Rotterdam Marathon dit jaar. Nou ja, Marco, zoals ik al schreef, ik zou hem heel graag willen maken, maar ik heb me er niet voor ingeschreven. Dus als ik via deze weg nog kan solliciteren voor een extra plekje, dan heel graag. Maar goed, lang genoeg gekletst, genoeg liefde. Over liefde gesproken, altijd belangrijk om even te noemen dat alles wat je in deze vlogs ziet tot stand komt zonder een betaalde samenwerking en zonder gekregen producten. Dat gezegd hebbende, laten we snel teruggaan naar afgelopen zondag waar ik aan de slag ging met les 1. Ja, daar zijn we. Zondag 18 maart. Precies een week na mijn eerste halve marathon. Om aan de slag te gaan met les 1. En dat is namelijk, als je een plan hebt om in een bepaald tempo te starten, dat je je niet laat opnaaien om veel harder te gaan. Dus plan vandaag is kijken of we op 25, 35 kunnen blijven. Tempo wat ik over 3 weken in Rotterdam denk nodig te hebben. En ook gewoon in die wedstrijdsfeer, in die spanning, kijken of ik dat vol kan houden. Dus ik ben benieuwd. Ik moet zeggen, in de zon is het prima uit te houden zo. En het mooiste is eigenlijk de stilte. Ik durf bijna niet te praten hier. Sorry. Volgens mij komen we net langs 2 kilometer. Gaat toch wel iets te langzaam. Dus tandje erbij. Goed, halverwege. Lukt prima om het rustig te houden. 25 gemiddeld. Ja, op zich natuurlijk niet zo'n heel interessant verhaal. Iemand gaat met iets oefenen en het lukt. Maar als je goed hebt zitten kijken, dan hoor je mij zeggen dat ik 5.20 loop in kilometer 2. Maar zie je een eindtijd van 50.50, oftewel een gemiddelde van 5.02. Nou, wat gebeurt daar nu? Nou, vandaar die foto's even in dat clipje. Ik kwam onderweg Marije Bakker tegen. Zij is van de Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team. Zij was op weg naar een PR en ik heb haar lopen hazen. En ik kon het niet laten om haar dan ook even een mooie PR te geven. En ja, daardoor ben ik in de tweede helft toch iets harder gegaan. Maar het voelde nog steeds niet voluit en heel erg rustig. Snel door naar les 2, want ik had in Den Haag ook flink last van blaren. Die zaten me in de weg. Daarnaast heb ik ook een nieuwe afspraak gemaakt met Katja van Lamoen. Je kent haar misschien nog van vlog 4, de sportpodotherapeut. Om eens uit te zoeken waarom ik nou aan die blaren kwam. Als je kijkt naar je zooltjes zie je nog niet zo. Je ziet wel de afdruk van je voet, maar je ziet nog niet echt ergens extreme overdruk. En ook bij je oude zooltjes zie je wel ook weer wat druk. Maar niet dat ik zeg van nou je hebt daar al een bepaalde plek heel veel overdruk. Schoenslijtage, nou bij deze valt het nog reuze mee. Kun je nog niet meteen iets aan terug aflezen. Dus we gaan kijken naar het lopen, naar het hardlopen. Voor
nog, hè, dat we vorige keer ook zeiden, is dat ik vind je dat je hartstikke mooi stabiel bent vanuit je bovenlijf. Ja. Wat je ziet is dat de schoen, die houdt hem eigenlijk heel mooi tegen vanuit je hielbeen. Ja. Maar ook als je luistert naar het lopen, en wat je ook ziet is dat je, ze noemen dat een abductive twist. Je moet zeg maar met het lopen vanuit deze kant heel rustig die pronatiebeweging naar binnen, naar je grote tegengewicht toe. Ja. Met het lopen kom je dus neer, je trekt eigenlijk met je kuit, trek je je hielbeen op. Ja. En dan schuif je je voet opzij en rol je er overheen. Dus daardoor krijg je bij die voet, in die voorkant, heel veel die schuifkrachten. Vanaf de zijkant doe je het hartstikke mooi. Daar zie je eigenlijk, ja, daar kun je het ook wel iets bij zien. Het is wel net een donkere ondergrond, maar zie je dat je die hak dus vrij snel optrekt. Wat ook niet zo heel gek is, maar daardoor schuift hij. Je vierde teen, die heeft eigenlijk een infraductenstand, zoals we het noemen. Of nou ja, een beetje rotatiestand. Hij ligt iets gedraaid, hij ligt er wat onder die derde. Ja. Dus dat velletje gaat eigenlijk van je huid, die gaat steeds meer opzij. Heb je dan die abductory twist, dan schuift hij opzij. En daardoor komt hij in de knel. Krijg je iltvorming, krijg je blaarvorming. We kunnen twee dingen doen. We kunnen of een heel klein teenstukje maken. Dus een heel klein stukje tussen je teen om hem ietsjes uit elkaar te krijgen. Dus dat we daarmee de druk proberen te verplaatsen. Of we kunnen een zool maken waarbij we dus hier gaan sturen naar de voorste as toe. En wat doet die zool dan? Hoe verandert die zool? Waardoor het niet gebeurt? Je maakt in ieder geval een kuip, zodat als je met je hak zeg maar neerkomt, heb je hier een verhoging. En die is hol, zodat je daar met je hak invalt. Ja. En ik maak hier het hoogste punt. En wat je dan doet, is dat je dus die enkelboor, die taluskop die hier zit, die zet je zo neutraal mogelijk neer. Dan pak ik hier het hoogste punt en dan laat ik die zool naar voren toe helemaal naar beneden. Die laat ik stijl naar beneden lopen, ja, zodat die pees de ruimte heeft om te kunnen dalen. En daardoor is hij al op de grond en dan gaat hij niet meer dit doen. Precies, dat is hem. Ja, logisch. Ja, nu, vraag, nu in de praktijk. Doe eens vragen hoe snel kan je dat voor elkaar ja, hebben. Ja, precies. Ja. Nou ja, als we opdracht hebben met een week of twee, dan heb ik hem binnen voor je. Ja. Over twee weken komen mijn op maat gemaakte zolen binnen. De goede rekenaars onder ons snappen dat het dus vlak voor de Rotterdam Marathon is. Ik heb natuurlijk mijn hardloopschoenen nu in mijn koffer zitten. Dus ik ga die dingen erin leggen zonder dat ik ermee getraind heb. Nou, dat vind ik wel een beetje spannend. Maar goed, beter iets dan niets, zei Katja. Anders ga ik zeker weer blaren lopen. Er is nog een derde belangrijke les uit de City by City in Den Haag. En die gaat over voeding. Want hoe langer ik met die marathon bezig ben, hoe meer ik ontdek hoe mentaal het is. En een van de dingen is dat ik gelletjes ging proeven. Als je naar vlog 18 hebt gekeken, dan zag je mij 's ochtends gelletjes klaarleggen en daar ging ik mee oefenen. Maar wat merkte ik nou? Toen ik dat gelletje pakte, was ik vooral in mijn hoofd bang of ik niet misselijk zou worden. En ik heb al lang door, als je bang bent voor iets, ja, dan gaat het gebeuren. Dus ik heb in mijn koffer een heel proefpakket met allerlei smaakjes gelletjes zitten. En die ga ik proeven. Maar goed, dat ga ik hier niet zitten doen. Dat ga ik lekker op mijn hotelkamer in Bangkok doen. Dus je raadt het al. Dat wordt het onderwerp van vlog 20. Als je dat mee wil maken, abonneer je dan nu op mijn kanaal. Als je nog andere mensen kent die last hebben van blaren of die benieuwd zijn naar hoe verschillende gelletjes smaken en wat ik daarvan vind, stuur deze video even aan ze door. Ik ga doorreizen. Leuk dat je hebt gekeken. Ik zie je volgende week vanuit Bangkok. En als je nou benieuwd bent waar in Bangkok ik ga rennen, volg me dan ook nog even op Strava. Zoek op Gerrit Heijk op in Leersum. En je ziet mijn loopjes, zowel in Thailand, Bangkok, Singapore, overal waar ik de komende weken ga rennen. Tot volgende week!